En hier is nog een stukje tuin. Hoi Aard. Wow, het is vet groot hier. Goedemorgen. Ik ben 9:15 wakker geworden. Ik ga even nog de enquête bij mijn vlog toevoegen. Ik ben zo sukkel, ik vergeet het echt elke keer. Misschien ook een beetje omdat ik nu alle enquêtes zeg maar, of tenminste de benodigde, dat ik zeg maar al genoeg enquêtes heb en dan vergeet ik het steeds. Dat het nu net iets minder belangrijk is dat ik die enquêtes bij elkaar krijg. Even kijken hoor, ik ben echt net wakker. We gaan straks naar het nieuwe huis van mama. En dan kan ik misschien wel wat meer filmen van het nieuwe huis van mama. Maar ik ga helpen met verhuizen en zo. En schoonmaken daar. Dus dat is zeg maar het plan. Even kijken of er al reacties zijn. Ja. Iemand zegt, ik zie de enquête niet in de beschrijving. Nee, klopt. You were right. Ik heb het al gedaan. Nou ja, tot zo. Nou, tijd voor de breakfast. Ik heb getoastbrood met notenpasta en kaneel. Want door Tiana ben ik verslaafd. Alleen hebben we helaas geen dadels. I cry every time. Maar ik zit er aan de twijfel of ik misschien nog agave siroop erbij ga doen ofzo. Dat is ook zoetstof natuurlijk. Dus dan werkt het misschien hetzelfde met de dadels. Maar ik weet niet. Ik ga het eerst gewoon zo proberen. En we zijn bij de huis. Zijn die ponies ook in onze wei? De grote house. Hé, hey, jullie andere auto staat er. Dat wist ik niet eens. Wow, die kippenren is eigenlijk groter dan ik had verwacht. Oh shit. En Jess en ik gaan straks naar de ponies. En de eitjes laten zien. Er staan nog ponies van de oude bewoners. Die houden wij niet, voor zover ik weet. Maar die worden nog opgehouden door de bewoners. Maar die hebben nu nog geen grond ervoor. Dus ze mogen nu nog bij ons staan. En we hebben ook een geitje. Dus ik ga alles even laten zien. Wow, die kippen hebben ze overgenomen bij het huis. Dit is echt maar een deel. En ze mogen allemaal vrij rondlopen. Hier in ieder geval. Niet helemaal vrij. Dat is ook voor hun eigen veiligheid. Want Zuri de hond, die lust helaas wel eens een kippetje. En dat is niet de bedoeling. Dat is vet zielig. Dus ze hebben hierachter nog een hele ren. En hier. En hier. En hier. En hier. En die kippetjes worden hier niet opgegeten. En alleen de eitjes worden wel eens opgegeten. Maar alles is hier tenminste op een fijne manier voor de kippetjes. Dus dat is belangrijk. En onze eigen kippen gaan ook nog mee. Ik vind die haantjes zo grappig. Ik vind kippen eigenlijk toch wel leuk. Ik vond kippen vroeger altijd een beetje eng, omdat ze altijd pikken. Of tenminste altijd pikken. Ja, nou ja, omdat ze snel bijvoorbeeld naar je hand pikken of zo. Maar ja, ik vind kippetjes toch wel leuk. Ik had het laatst ook de kippen bij mama, ging ik op schoot nemen en aaien en zo. En kip, ja, kippen zijn vet leuk eigenlijk. En Zuur is wat minder leuk, want Zuur die eet kippen en dat mag hij niet. Ja, mag hij niet. Ja, mag hij niet. Wat zit er in de schuur dan? En dit is het huis. Het is vet mooi. En groot. Echt bizar. En de ponies staan hier. Hey. Hallo. Wat ben je mooi? Hoi. Oh, lekkere wintervacht ook. Hé. Hey. Hé. Hey. Mag je aaien? Hé. Hey. Ah. Wat lief. Jij mag niet. Stoute hond. Zuur is ook wel lief hoor. Maar niet altijd voor diertjes die kleiner zijn dan zij. Oké, Jess gaat nu eten geven aan de ponies. Ja. En het schijnt dat ze dan heel leuk doen. Wat gaan ze dan doen? Kijk naar elkaar. Kijk daar is het dan. Kan die ander ook hierbij komen dan? Waarom staat die ene apart dan? Waarom staat hij? Hij loopt beter. Oh, hij liep niet goed. Ja. Ah, zielig. Oh, wat grappig. Wel, voor wie is wat? Dit is voor een paar. Ah, ze staan apart omdat er eentje zwanger is. Deze is zwanger. En de ander is een hengst. Dus die mag... Hé? Hé? Wil jij eten? Hier?
dan. Ik probeer het er gewoon rustig in te doen. Ja, oké, okay, ik ga het op. Waar zie je? Wat leuk, al die diertjes. Ik word altijd heel vrolijk van diertjes. Is het zo schattig? Deze mag je. Wow, en hier het huis nog. En deze drie paardjes die staan hier ook nu. En er is ook een middelste zwanger nu. Ik vind het vet leuk. Ze gaan hier misschien ook paarden nemen. Want we hebben dus al stallen die we gewoon overgenomen hebben. En die stallen zien er heel goed uit. Dus toen kun je toch ook paardjes neerzetten. Hey jongens! Hallo! Wie wil er een stukje brood? Wil je een stukje brood? Ja, moet je wel goed pakken. Ja, dat is één. En jij een stukje? Ja. En jij een stukje? Ja! Superleuk! En hier is nog een stukje tuin. Hoi Aard! Wow, het is vet groot hier! Je zijn er maar echt vooruit gaan hoor, zo! Terrasje. En Sipi! Ah, wat is een schattig! Ik vind die geit zo leuk! Hij is echt baas met zijn sik. Hey Sipi! Ja. Ah, hij deed dat. Hij is een beetje bang. Ja, ah. Hij moet nog wennen aan ons. Oh, dit is ook leuk. Kijk, je hebt hier zo'n soort buitendingetjes. Half of tenminste, ja, half open. En hier hebben ze de lounge set al verhuisd. Super leuk dit. En de kerstboom staat hier al. Je zou echt met zo'n groot huis echt gewoon meerdere kerstbomen kunnen bouwen. Oh, dit is voor waar de auto staat. Ik dacht helemaal, dit is wel leuk. Kijk. Fucking mooi is dit huis. Dit is echt pas de tweede keer dat ik het zie eigenlijk. Best wel gek. Ja, hier kan dan een auto in ofzo. En ze hebben dus hele paardenstallen. Dus waarschijnlijk nemen we wel een paard. Ik zat vroeger op paardrijden, dus dat vind ik ook wel heel erg leuk. Dat... Ja, ik vind paarden ook wel heel gaaf. Hey! Ja, vind jij paardjes ook leuk? Hier zijn de stallen dan. Maar die hebben ze echt mooi schoon achtergelaten. Verbaas me, want ik ken eigenlijk alleen maar stallen dat ze er een beetje vies uitzien. Kijk. Oh my god, dit is dan waar we binnenkomen. Vet mooi. Met die, ik vind die ramen zo mooi. Met die ronde ramen. Zo gaaf. Kijk. En een kacheltje of open haard of wat? Met de mand van mama al. Oh, dat zijn kleine eitjes. Oh my god, die zijn echt klein. En hier de trap aan de boven. Dat is echt mooi. We hebben echt een mooi huis gekozen. Ze hebben ook hele mooie badkamers best wel. Wat is dit? Wat is de keuken? Nee, nog. Dan kijk je hier naar buiten. Op het vijvertje. En daar staat het geitje erachter. Leuk. Nou, we zijn echt even overdonderd van hoe groot het huis is en de ruimte. Ik ga nu lekker appeltje eten, smiddag eten en ik ben benieuwd hoe ik nog meer ga laten zien. Nou, we gaan nu helpen en met de badkamer schoonmaken. Hey Jess! Jess is nog niet op beeld, dus ik ga gewoon... Ik vind de badkamer trouwens vet mooi. Mijn moeder is ook mooi inderdaad.
Tjess laten. Tjess zei dat ik niet kan zingen. Huh? Toen stierf ze even. Toen stierf ze, ja. Toen sterfde ik deels van binnen. Sterven. I didn't know that I was starving till I tasted you. Kijk eens. Nou, ik ben weer lekker bezig geweest. De douchecabine is helemaal schoon. En de muur ook. Deze muur. En de raampjes. En dat heb ik tot nu toe gedaan. En nu is het tijd voor een break. En vroeger at ik wel eens ontbijtkoek. En tegenwoordig niet echt meer. Er zit ook vet van suiker in, maar boeien. Ik had zin in ontbijtkoek ineens. En deze is veganistisch. Super chill. Dus ik ga het eten met sojaboter. Sojarine. Dit noem ik boter met ontbijtkoek. Jezus. Ja. En de badkamer is klaar. Et voilà. Tijd voor een vegan pizza. Noem, 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 noem. Courgette, paprika, tomaat, knoflook, ui. En that's basically it. En kruidenvorms. Net lekker pizza op. En nu is het tijd voor amaretto. Sanremo van de Aldi. En we gaan Expeditie Robinson kijken. Ja. Bedankt voor het kijken naar mijn vlog vandaag. Vergeet geen duimpje. En hopelijk zie ik je morgen weer. Doei. Bedankt voor het kijken. Oké, okay, Jess heeft mijn haar raar gedaan. En het is avond, dus ik ga maar weer eens afsluiten. Het is nu bijna 1:30, dus ja. Yeah.